check the mic and make sure it sound right, boys. De Samsung Galaxy S21 Ultra en de iPhone 12 Pro Max zijn op dit moment zonder enige twijfel de toptoestellen van de markt. Mag overigens ook wel, want waar deze jongen €1249 kost, kost deze jongen minimaal €1262. Maar goed, dan heb je natuurlijk ook wel wat. Al is het wel de vraag welke van de twee nu precies het allerbeste is. Ik heb beide toestellen uitvoerig getest en zet ze in deze video in 5 verschillende categorieën tegenover elkaar. Mijn naam is Mark, leuk dat je kijkt naar Want. We zijn een tijdje weg geweest, maar nu gewoon weer helemaal terug met de Samsung Galaxy S21 Ultra versus de iPhone 12 Pro Max. Ik heb er weer zin in, jongens! Zoals gezegd vergelijken we de twee smartphones in 5 verschillende categorieën. We beoordelen ze op het ontwerp, het beeldscherm, het camerasysteem, de batterij en de prestaties. Er is in iedere categorie een punt te verdienen en aan het einde van de rit heeft dus één van de twee smartphones de meeste punten. Dat wil overigens niet zeggen dat jij per se die smartphone moet kopen, omdat de verliezer misschien beter kan scoren op punten die jij belangrijk vindt. Dus het kan zijn dat de winnaar 4 punten binnenhaalt, maar de verliezer een betere batterij heeft. Ja, en als jij op zoek bent naar een smartphone die gewoon de beste batterij heeft, dan is dat misschien je keuze. Maar voor de twijfelende consument zet ik deze twee smartphones tegenover elkaar en probeer ik je op deze manier een beetje te helpen bij je aankoop. Het uiterlijk is niet alles, maar we beginnen met het ontwerp. Ik ben een poëet, jongens. Een poëet. Nou, het mag duidelijk zijn dat de iPhone 12 Pro Max met een gewicht van 228 gram... ja, best wel zwaar is. Iets dat voornamelijk opvalt door de manier waarop Apple deze smartphone heeft ontworpen. Door het hoekige en vierkante ontwerp, ja, ligt dit toestel gewoon niet zo lekker in de hand en komt hij dus ook echt wel zwaar over. Het voelt zeg maar aan als een groot en log apparaat. Nou, de schermranden zijn overigens nog steeds vrij dik en ook de notch is al sinds 2017 niet meer veranderd, wat in deze prijsklasse eigenlijk gewoon niet meer kan. Verder ziet het toestel van Apple Air, dankzij zijn matte afwerking en de kleur oceaanblauw, dikke aanrader, ja, er gewoon ontzettend strak uit. En ja, dat camerasysteem dat verdient geen schoonheidsprijs. Maar goed, het neemt in ieder geval niet de halve achterkant van je smartphone in beslag. Wat me brengt bij het volgende toestel, de Samsung Galaxy S21 Ultra. Met een gewicht van 227 gram is de Galaxy S21 Ultra praktisch gezien even zwaar als de iPhone 12 Pro Max. Maar zo voelt dat eigenlijk helemaal niet. Door het langwerpige ontwerp, ja, ligt dit toestel eigenlijk veel beter in de hand. De schermranden zijn ontzettend dun en de hole punch notch hier aan de bovenkant is minimaal. Hierdoor ziet de telefoon er toch wel wat strakker uit. Overigens ook te maken heeft met deze mat zwarte afwerking genaamd Phantom Black. Maar goed, we blijven even op de achterkant plakken, want er zit een groot nadeel aan en dat is dat gigantische camerablok. En ondanks het feit dat Samsung er dit jaar voor gekozen heeft om het camerasysteem om de smartphone heen te vouwen, ja, is deze gewoon echt nog steeds veel en veel en veel te groot. Het is ook niet echt een lekker ding voor mensen met xylofobie. Hoop gaatjes en zo. Wow. Nou goed, de Samsung Galaxy S21 ziet er, vooral door dit camerasysteem, misschien niet even strak uit als de iPhone 12 Pro Max. Maar ligt wel veel lekkerder in de hand. En als je hem omdraait qua beeldschermen, schermranden en notches, ja, ziet de S21 Ultra er ook weer strakker uit. En hij ligt dus ook lekkerder in de hand. Mag dus duidelijk zijn dat deze ronde voor de Galaxy S21 Ultra is. Ben je klaar voor een bek vol? Komt-ie! Deze iPhone 12 Pro Max beschikt over een 6,7 inch Super Retina XDR OLED beeldscherm. Voilà! De kwaliteit van dit scherm is uiterst indrukwekkend en ook de cijfers liegen er niet om. Je beschikt over een resolutie van 1284 bij 2774 pixels, maximale helderheid van 1200 nits en het scherm is voorzien van HDR10 ondersteuning. Grootste nadeel van dit beeldscherm? De verversingssnelheid van 60 Hz. Kom op Apple, we zijn al een paar jaar bezig met hogere verversingssnelheden. Om heel eerlijk te zijn, 60 Hz voor een telefoon van meer dan 1200 euro...
Dat kan niet meer. Dan is nu tijd voor de tweede backfill, want de Samsung Galaxy S21 Ultra beschikt over een 6.8 inch Dynamic AMOLED 2X beeldscherm. Denk je goed? De kwaliteit van het scherm is indrukwekkender dan dat van de iPhone 12 Pro Max en dat zegt wel wat. Je beschikt over een WQ HD Plus resolutie van 1440 bij 3200 pixels, maximale helderheid van 1500 nits en een beeldscherm die HDR10 Plus ondersteunt. Nou, dit beeldscherm heeft een hele grote voorsprong op het beeldscherm van de iPhone 12 Pro Max, want hij beschikt over een variabele verversingssnelheid tussen de 10 Hz en 120 Hz. Kijk, het is natuurlijk niet voor niets dat Apple heeft aangeklopt bij Samsung voor het beeldscherm van de iPhone 12 Pro Max. Ja, en dan is het best wel leuk om te zien dat Samsung, die beeldschermen ook daadwerkelijk levert, dan wel het beste voor zichzelf bewaart. Het mag dus duidelijk zijn dat de Samsung Galaxy S21 Ultra de ronde van het beeldscherm makkelijk wint. Het camerasysteem van de iPhone 12 Pro Max is, zoals je misschien al had verwacht, uiterst indrukwekkend te noemen. Het bestaat uit een 12 megapixel groothoeklens, een 12 megapixel ultra groothoeklens en een 12 megapixel telefotolens. En die drie lenzen worden bijgestaan door deze jongen hier, wat ook wel de LiDAR scanner heet. Maar goed, 12 megapixel klinkt misschien niet veel, maar dat megapixels tegenwoordig niet heel veel meer zeggen, dat laat deze jongen hier wel zien. De kleuren in foto's zijn uiterst natuurlijk. De plaatjes zijn ontzettend helder, voorzien van genoeg diepte en de grijswaarden liggen lekker laag. Nou, deze combinatie zorgt ervoor dat je uiterst realistische plaatjes schiet. Al zouden we natuurlijk wel liegen als we zouden zeggen dat de software daar niets mee te maken heeft. Ik noem dit camerasysteem dan ook wel een no-nonsense systeem. Je pakt gewoon je iPhone erbij, schiet een plaatje en hebt waarschijnlijk resultaat waar jij heel erg over te spreken bent. Dan maakt het niet uit of het donker is, of de zon schijnt, of het sneeuwt. Je zit best wel goed. Iets dat dankzij de toevoeging van Apple Pro Raw eigenlijk alleen maar meer geworden is, omdat je achteraf je foto's tot in de detail kunt bewerken. Gewoon op het toestel zelf. En dat is best wel fijn. Maar goed, waar de iPhone laat zien dat megapixels eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn, komt deze jongen als een heus megapixel beest de woonkamer in. De Samsung Galaxy S21 Ultra is voorzien van een imposant camerasysteem dat bestaat uit 6 verschillende modules. 108 megapixel groothoeklens, 12 megapixel ultra groothoeklens, 10 megapixel telefotolens, 10 megapixel periscopelens, de lasersensor en natuurlijk de flitser. Nou, het klinkt als een hele goede combinatie om mooie foto's te maken. En dat is ook eigenlijk wat het is. De helderheid is hartstikke goed en de kleuren spatten van je beeldscherm. Alleen dat laatste is ook daadwerkelijk het struikelpunt. Want Samsung staat er namelijk onbekend dat het softwarematig iets met de kleuren in je foto's doet. En dat is echt geen voordeel. Het maakt de kleuren vaak iets te fel, waardoor foto's niet meer natuurlijk overkomen. Laat ik het zo zeggen. Je maakt met de iPhone foto's die je achteraf misschien bewerkt. Ja, deze foto's komen eigenlijk al direct bewerkt uit je camerasysteem rollen. En dat is misschien hartstikke leuk op grauwe dagen waar ik deze foto's allemaal genomen heb. Maar goed, als de zon een beetje schijnt, dan is dit best wel heftig. Daarbij moet ik ook eerlijk zeggen dat het camerasysteem een beetje de wens overlaat op het moment dat je dichtbij een object komt. De voorgrond is niet heel erg scherp, terwijl de achtergrond ook weer niet heel erg wazig is. En ondanks het feit dat de nachtmodus van de Galaxy S21 Ultra zeker verbeterd is ten opzichte van vorig jaar, haalt dit toestel het nog niet bij de nachtmodus van de iPhone 12 Pro Max. Oh, en ja, de Samsung Galaxy S21 Ultra kan tot 100 keer inzoomen, maar goed, dat doe je één keer en daarna nooit meer. Geloof me. De Samsung Galaxy S21 Ultra weet het op veel fronten te winnen van zijn concurrent. Maar op het gebied van het camerasysteem legt de toestellen toch af. De iPhone 12 Pro Max schiet nu eenmaal mooiere en realistische plaatjes en filmt dankzij HDR10 eigenlijk uitstekende beelden. Meer detail, betere kleurnauwkeurigheid en strakkere foto's. Ja, deze ronde is voor de iPhone 12 Pro Max. A14 Bionic chip van Apple weet zonder twijfel het meeste uit deze iPhone 12 Pro Max te halen, zonder dat de specificaties
echt indrukwekkend zijn. En het beste voorbeeld daarvan is de batterij. Er zit een 3687 mAh batterij in dit toestel. Maar goed, hij gaat dan wel echt makkelijk anderhalve dag tot twee dagen mee. Nou, wat dat betreft zit je gebakken, want deze iPhone 12 Pro Max die haalt zonder twijfel makkelijk een daadwerkelijke schermtijd tussen de 5 en de 6 uur. En als die leeg is, dan laad je hem op met een vermogen van 20 watt. Binnen 30 minuten is deze telefoon tot 50% opgeladen. Al gaat er daarna nog wel een uur overheen om hem tot 100% op te laden. Anderhalf uur opladen, deze jongen is weer vol. De Samsung Galaxy S21 Ultra beschikt juist over een hele grote batterij van 5000 mAh. Maar gaat dan op een of andere manier minder lang mee. Kijken naar hoe lang je met een volle lading doet, dan gaat deze jongen ook gewoon anderhalve dag mee. Alleen is de daadwerkelijke schermtijd hetgene wat een beetje tegenvalt. Op een volle lading haal je maximaal 4 uur schermtijd uit het ding. Dan heb ik de boel nog naar boven afgerond. Zonder al te gek te doen trouwens. Voornamelijk WhatsApp, Instagram en mijn mail. Kijk, en het is ook weer niet heel gek dat deze jongen het minder lang volhoudt, want hij heeft een hogere verversingssnelheid van 120 Hz. En de kwaliteit van het beeldscherm ligt ook een heel stuk hoger. Maar toch vind ik dit wel een redelijk groot verschil. Gelukkig kan je hem opladen met een vermogen van 25 watt en is die met een uurtje 100% opgeladen. Dus dat is dan wel weer een win. Maar ja, 4 uur daadwerkelijke schermtijd tegen 6 uur daadwerkelijke schermtijd. Ja, deze ronde is voor de iPhone 12 Pro Max. Ik had het er net al heel even over, maar die iPhone 12 Pro Max die beschikt over de A14 Bionic chip van Apple. Zonder twijfel een van de zuinigste en krachtigste chips van de gehele markt. Het zorgt er dus gewoon voor dat deze telefoon, ja, met toch wel aanzienlijk minder specificaties, net zo goed presteert als de concurrentie, al dan niet beter. Het spelen van games, streamen van content of zelfs het bewerken van video's, ja, dat is allemaal easy peasy te doen met dit toestel. Oh, en hij wordt standaard trouwens geleverd met 128 GB aan opslagcapaciteit, dus dat is ook een dikke win. Ja, en aan de andere kant hebben we de Samsung Galaxy S21 Ultra, dat we ook wel echt een powerhouse kunnen noemen. Het toestel is voorzien van een iets zwakkere Exynos 2100 processor. Ja, weet dankzij de 12 GB aan werkgeheugen uitstekend te presteren. En doet er nog een schepje bovenop. Want als 12 GB aan werkgeheugen niet genoeg is voor je, en dan is er nog de optie om voor 16 GB werkgeheugen te gaan. Ik weet niet helemaal of je het door hebt, maar op de achtergrond staat een iMac. Die heeft ook 60 GB aan werkgeheugen. Best wel sick. Komt overigens ook gewoon met 128 GB opslagcapaciteit. Op het gebied van specificaties is het een spannende strijd. Ik zou enerzijds willen zeggen dat die A14 Bionic chip toch wel een stuk indrukwekkender is dan die Exynos chip, wat in feite ook zo is. Maar goed, als ik deze toestellen naast elkaar zet, dan denk ik dat ze zo goed als even krachtig zijn. Maar omdat deze jongen een 16 GB bij de optie heeft, ja, weet je er nog net iets meer uit te halen dan deze jongen. Het is echt een nipte winst, maar deze ronde gaat naar de Samsung Galaxy S21 Ultra. Check the mic and make sure it sound right, boy. Samsung Galaxy S21 Ultra en de iPhone 12 Pro Max, die lijken eigenlijk best wel veel op elkaar. Beide smartphones staan aan de top van de markt en laten zien wat er in de huidige vormfactor maximaal mogelijk is. Goed, welke van de twee doet dat dan iets beter? En goed, als je een beetje hebt meegeteld, dan weet je de Samsung Galaxy S21 Ultra 3 van de 5 punten heeft binnen weten te halen. Mede dankzij het fantastische ontwerp, het indrukwekkende beeldscherm en de prestaties is dit toestel de betere van de twee. iPhone 12 Pro Max heeft maar 2 van de 5 punten gehaald, maar excelleert op het gebied van het camerasysteem en de batterij. Dus als je overal op zoek bent naar het beste toestel, het beste van het beste, de crème de la crème van de markt, ja, dan moet je voor die Galaxy S21 Ultra gaan. Maar hecht jij meer waarde aan het camerasysteem en de batterij dan dat je waarde hecht aan het beeldscherm, het ontwerp en de prestaties, dan moet je lekker voor deze gaan. Het is allemaal aan jou. Wat ook aan jou is, is dat je zelf kan bepalen welke producten we in de toekomst ook met elkaar gaan vergelijken. Laat hier beneden in de reacties weten welke vergelijking jij graag zou willen zien. En misschien voeren we die binnenkort dan wel uit. Ik ben weer hartstikke blij om terug te zijn. Ik ben ontzettend blij dat jullie er weer zijn. Ik wil jullie hartelijk danken voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. En dan zijn we er vanaf nu. Iedere woensdag. Is dat niet leuk? Mijn naam is Mark. Zie je graag bij de volgende weer. Ciao.